En ons dorp is vandaag geen dorp, maar een stad. Ja, stadje dan. Bredevoort in de Achterhoek, sinds 1388. En dan hebben we het ook nog eens een keer over een heuse heerlijkheid. Nou, zoals je zegt, een oud historisch stadje. Het bestuurlijk centrum van de vroegere heerlijkheid Bredevoort. Dat was een heel groot gebied in de Oosterachterhoek. Van Dinxperlo via Haalten tot en met Winterswijk. Het stratenpatroon is eigenlijk nog identiek aan dat uit de 16e eeuw. De mensen wonen in het oude centrum op en aan elkaar. En het heeft toch een hele speciale sfeer. Dat is nog steeds zo. Hier zijn we bij de Lesten Stuver, een voormalige herberg. Ja, in die jaren 50 moest de stoep wel schoon. Dit is de bovenslinge. Stroomt langs Bredevoort. En voedde in het verleden de grachten. Het is 15 augustus 1957 en de katholieken die hebben Maria Hemelvaart. Deze mevrouw die kwam uit de kerk. En dit is de kinderrijke buurt van de Oranjestraat. Dus aan de kleding kun je zien wie zondagse kleren aan heeft, die is katholiek. En de andere, Nederlands hervormd. De verzuiling was in Bredevoort niet zo scherp. Als bijvoorbeeld in Aalten. En dat kwam omdat de mensen bij elkaar woonden. Dicht bij elkaar. Dit is de fabriek, de knopenfabriek Dutch Buttonworks. Een heel belangrijke tak in Bredevoort voor de werkgelegenheid. U ziet hier mensen die knopen sorteren en ook controleren op kleine afwijkingen. Knopen werden in het verleden gemaakt uit hoorn, buffelhoorn. Maar ook uit, later uit kunststof. Willem Gussinklo, dat was een ondernemende Aaltenaar. En die is daarmee begonnen in een voormalige weverij. Dit is de rondweg rond Bredevoort, in de jaren 30 aangelegd. En ja, die wijst naar Garage Grijzen. Want we hadden de wederopbouw gehad. En ja, de luxe die was wat meer bereikbaar. Niet voor iedereen. Auto's waren nog zeker niet bereikbaar voor veel mensen. Maar Garage Grijzen was de eerste garage in Bredevoort. In mijn tijd reden de schoolmeester... Meneer Zuurveld van de Rooms-Katholieke School die reed in een auto en taxibedrijf Ten Haven. Dit is de man van het gezag. Dat is het schoolhoofd van de Nederlands Hervormde School. De tijden die veranderden wel wat. Maar ook Nelis Brussen, de melkman, vent er nog gewoon op ouderwetse manier zijn producten. De prins van Oranje, de molen, bovenop bolwerk Welgemoed. Ja, dan komen we bij een oude weverij van Van Eyck. En dat was in die jaren, 1957, een snoepfabriek. Waar een divers assortiment aan snoep gefabriceerd werd. Voornamelijk drop, maar ook tum-tum, rumbonen
en pepermuntjes. Ik heb daar in de vakantieperiode ook gewerkt. Het was een bijzondere werkomstandigheden, want je kwam er wit weer uit van de meel waarin het snoep gegoten werd. Ik heb ook aan de rumbonenmachine gestaan om rumbonen die plakten weer met een soort satéstokje van elkaar te scheiden. Zeer verantwoordelijk werk. Nou, natuurlijk was er ook reclame. Kijk die maar eens goed. Ik heb verder geen commentaar. De Landstraat, de hoofdstraat van Bredevoort, met rechts Café Hanstee. Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfee es an. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Dan komen we bij de molen bij de maalderij Naves. Met producten voor boeren, burgers en buitenlui. Ook een belangrijk bedrijf in Bredevoort in die dagen. Diana. Dit is In de Molen, de Prins van Oranje. Men is een beetje aan het rommelen met een zak met meel. Nou, vooruit maar. Gooi hem zomaar op de weegschaal. Dit is de Rooms-Katholieke Kerk. Op die dag dus middelpunt voor de viering van Maria Hemelvaart. Ja, als twee honden vechten om een been, dan gaat het paard verder heen. Dit is elektriciteitszaak Voltman. Met Joop Wiegers als verkoper. Ja, je ziet dat de luxe wat toeneemt. Nog niet voor iedereen bereikbaar, maar er zijn toch wasmachines. Ja, daar zien we een van de eerste tv's in Bredevoort. Ik weet nog goed dat de eerste tv in Bredevoort kwam. Dat was een sensatie. Hé, de postbode. Johan Tolkamp. De melkwagen van de boterfabriek in Aalten. Ja, ook sommige Bredevoorters hadden nog een koe. I can't see anyone but you. De hervormde kleuterschool met de juf. Te bedenken dat deze kinderen op dit moment ongeveer 65 jaar oud zijn. Nu zijn we bij de Nederlands Hervormde Lagere School onder leiding van het eminent hoofd, meneer Droppers uit het Winterswijkse. Die protestantse school die stond op de plek waar vroeger het kasteel Bredevoort had gestaan. Tot 1646. Toen is het op een warme zomerdag ontploft bij een blikseminslag. Ja, wie kent, waar was dat niet? Een koopboerenleenbank. Vertrouwd en betrouwbaar. Ja, Jan Elfering telt geld. Natuurlijk het kantoor. En waarom was dat zo betrouwbaar? Omdat er ook eigen mensen in het bestuur zaten. Dit was de voorzitter van het bestuur, de heer Te Bovelt, tevens bakker.
Dit is het stoffenbedrijf van Jan Rijks, tevens meubelzaak. Dat pand is er nog steeds, is een van de oudste panden in het stadje. De Gelderse tramwegen, de bus, die ook Bredevoort aandeed in de route Aalten-Bredevoort-Lichtenvoorde. En Bredevoort had natuurlijk ook een eigen brandweer met vrijwilligers. En die geven hier een demonstratie over hun vakkundigheid. Ze rijden niet te ver tot aan de Kleine Gracht. Ik sta op wacht en denk aan jou. Eerste straal water. Je schreef me af, bleef mij niet. Dat is de tweede straal water. Oh, er gaat iets mis. Een soldatenhart is niet van steen. Waarom schreef jij die brief? Dit is Willem Kobus, gemeentewerker. Een bekend figuur in Bredevoort. Hij hield onder andere de trottoirs in orde en de straten schoon. Krijg ik verlof, dan staat er niemand bij. Ook de molenaar is erbij. Ja, dan rusthuis Zandzicht op het centrale plein Het Zand, waar vroeger dus het kasteel heeft gestaan. En nu deze plek is eigenlijk veranderd in een plein met terrassen, waar het goed toeven is. Dan komen we bij Betting, nog steeds een bedrijf in Bredevoort, maar hier in de jaren 50. En aan de kleerhangers van Betting was de spreuk: dit ene weet u, Betting kleedt u. Die kleerhangers die zijn nog steeds in omloop. Ja, aanpassen met de sigaret in de hand. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Willem Betting. Ook een soldatenhart is niet van steen. Dan komen we aan de achterzijde van het zand van het plein. Ja. U ziet, die zijn in zondagse kleren. Ook deze dame met schort, mevrouw Wensink. En dit is Opoe Heijing. Dat was in 1957 de oudste inwoner van Nederland. Ook de broers De Vries houden hun zondag en ze vervelen zich zo te zien. Mevrouw De Vries. En dan komen we bij een winkel op het zand van de familie Wensink. En dat was de zaak die voor het eerst patat in Bredevoort verkocht. Dat was ook een sensatie. We hebben het over 1957. Ik sta op wacht. En patat, dat was totaal iets nieuws. We zien het hier. Je schreef me af. En daar zien we Leo Wensink, de zoon van de kruidenier, die het eerste zakje patat mag nuttigen. Dit is de Protestantse Coöperatie, ook een levensmiddelenbedrijf. En die had de mooie naam Ons Voordeel. Want bij een coöperatie werd de winst natuurlijk aan het eind van het boekjaar verdeeld. Daar gingen dus alleen de hervormden naartoe, want de katholieken hadden een andere coöperatie en die heette Eigen Hulp. Nou, spoedig na 1957 zijn die winkels opgeheven. This is my island in the sun. Dan zijn we bij smederij Klein Nibbeling, tevens hoefsmid. I may sail on many a sea.
Onze school stond precies tegenover die smederij. En het aanbeeld van Bernard Bovenkerk, dat was in de schoolklas te horen. En als zomers de ramen open stonden, dan kon je dus groeilucht van de hoeven, waarop de hoefijzers passend werden gemaakt, kon je ruiken. Dit is de Grote Gracht, langs het vestingpark Sint-Bernardus. Stilte en rust. Op deze gracht werd ook de gondelvaart gehouden. De gondelvaart heeft nu een wat andere formule in Bredevoort, meer een actieve betrokkenheid van de hele bevolking. Ja, de wederopbouwfase na die oorlog werd ook gekenmerkt door bouw van doorzomwoningen langs de kleine gracht en de tramstraat. Rijwielhandel Michelbrink. Ja, de eerste brommers kwamen. De levensstijl van jongeren die veranderde toch wat. De muziek had zich veranderd. En de eerste moderne muziek, wat heel vreemd klonk in de oren van de ouderen, die kwam ook Bredevoort binnen. Dit is de Koppelstraat naar het centrum van Bredevoort. Ja, dan komen we in de buurt van de katholieke kerk. De Gelderse tram die gaat nog even door het straatje. Maar eerst even naar de Triomf der Techniek. De elektriciteitszaak van Lensink. In de volksmond Pieterpol genoemd. En daar verscheen de eerste tv in de etalage met een schare kinderen ervoor om het wonder te aanschouwen. Ikzelf was er ook bij. Stofzuigers, wasmachines. Het was er allemaal te koop. Blitse radiotoestellen. Kijk, we hebben een tv-toestel met het testbeeld, met die blokken. Er was ook een werkplaats en daar keken we als kinderen met bewondering naar hoe die mensen dat allemaal konden repareren. De katholieke kerk, de middagdienst is uit. Het lof. Zoals gezegd vierden de Rooms-Katholieken van Bredevoort op die 15e augustus Maria Hemelvaart, een zondag. De verzuiling in die tijd in Bredevoort die was al aan het afkalven. Die verzuiling is in Bredevoort nooit sterk en scherp geweest. Men leefde daar op en aan elkaar. En men had dus veel met elkaar te maken. Dat merk je nu ook nog in Bredevoort in de ecumene, de samenwerking tussen de kerken. Ja, en er waren ook zusters, nonnen. Die waren ooit naar Bredevoort gekomen om de zieken te verzorgen en onderwijs te geven. En tegen 5:30 's avonds kwam de bus van Veldhuis uit Winterswijk. Het werk zat erop en men kon uitrusten. Ja, smalle straatjes en een brede bus. Sport. Nou, zoveel keuze was er niet in Bredevoort. Prinses Margriet was een hele grote vereniging, een gymnastiekvereniging. En achter ons huis werd eerst de wei wat schoongemaakt. En er werd een demonstratie gegeven. Ik vind het wel heel, heel kunstig. With a love so rare and true, oh Peggy,
een heel klein Bredevoorts mannenkoor, gemengd, protestant en katholiek, maar met een katholieke dirigent, een zeer muzikale Willem Wensink. Zit niet zo suf met die eeuwige krant, gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Ja, dan krijgen we een beeld van de diverse groepen in Bredevoort, maar dat is niet helemaal compleet. Voorop liep de politieagent te kampen. En prinses Margriet, hier te zien, liep natuurlijk voorop in de stoet. Net als toen, vraag me nog eens. Het was een hele grote vereniging. En vooral meisjes in die dagen hadden eigenlijk geen andere keus, als ze tenminste iets aan sport wilden doen. Te blozen, als je me ziet, net als toen. Harmonie Excelsior. Een protestantse harmonie. Daarvoor was er ook nog een katholieke harmonie geweest in het kleine plaatsje met amper in die dagen 1300 inwoners. Onvoorstelbaar. Maar die katholieke harmonie Wilskracht heette die. Die werd toen opgeheven. De schutterij Wilhelmina. Er wordt nog steeds vaandel gezwaaid in Bredevoort. En in deze stoet zijn ook de verschillende kerkelijke groepen van de protestantse kerk vertegenwoordigd. Het zal gaan over het godsdienstonderwijs. En de protestante wandelclub. Met de bekende Gerrit Giesbers voorop. En men loopt in de maat. Dat hoorde zo. Dan zijn we in de Misterstraat. We zien weer politieagent te kampen voorop lopen. Daar moest toch het een en ander geregeld worden. Druk was het niet in Bredevoort, maar ja. Het pand daarachter is ook een kruidenier. Dat was de spar van Boom, van de familie Boom. En men is op weg naar een plek voor de Misterpoort. Bredevoort had in het verleden twee stadspoorten, de Aalterpoort en de Misterpoort. En op die plek, op dat pleintje, wordt zo direct vaandel gezwaaid door schutterij Wilhelmina. Daarachter staat ook het koningspaar. Natuurlijk bij de schutterij, na het koningsschieten, hoort ook een koningspaar. De commandanten en de kapitein, de heer Frenken, bijgenaamd Bisse Frenken.